Met 3FM Serious Request Lifeline zet NPO 3FM zich samen met het Rode Kruis in voor het redden van levens. Op vrijdag 20 december hebben de 3FM-dj's een tussenstop in Grave en worden warm ontvangen op de Graafse Markt. Nou, het is een prachtige kans om Grave weer op de kaart te zetten en dat ook nog eens een keer met een heel serieus onderwerp, want mensenhandel is echt een probleem in de wereld. Ik ben toevallig ook voorzitter van de regionale tafel Mensenhandel en vanuit die hoedanigheid proberen wij alles te doen om de mensenhandel tegen te gaan in Oost-Brabant. Nou lopen die mannen dus door het hele land heen. U bent geoefende loper. U zou zo mee kunnen lopen? Ik zou inderdaad zo mee kunnen lopen, maar mijn taak is om ze te ontvangen en dat doen we gastvrij op de markt in Grave. Wat roept u de burgers op? Want de burgers van Grave die hebben ervan gehoord. Wat kunnen ze doen om deze actie te doen slagen? Nou, laten de burgers in ieder geval in die nacht van 20 op 21 december naar de markt komen. Het wordt een geweldig festijn. En laten ze vooral geld doneren, want het is echt een heel serieus onderwerp. En er zijn middelen nodig om dat tegen te gaan. Dus kom en doe mee met 3FM Serious Request Lifeline 2019.